Goedemiddag allemaal en welkom op intussen onze zevende webinar rond patiëntparticipatie. Vandaag heb ik het genoegen om het thema voor te stellen rond wat doet dat nu met onze organisatie en met onze professionals. De focus ligt echt een stukje naar de andere kant. We gaan even over het brugje en gaan kijken wat dat de zorgprofessionals doen, voelen en rond patiëntparticipatie. We hebben daarvoor heel interessante sprekers, zoals altijd, maar het moest gebeuren. De techniek laat ons soms in de steek. Een van onze sprekers kan nog niet aanmelden, dus we zullen vermoedelijk de dagorde van deze webinar even wijzigen. Stel dat deze persoon toch de presentatie niet kan geven, dat is dan geen probleem, want u weet dat alle presentaties terug te vinden zijn op onze website, met ook alle nodige documenten erbij. Maar we starten alvast met dokter Simon Malfit, die ons gaat wegwijs maken in de theorie rond de zorgprofessionals. Ja. Daarna gaan we naar AZ Sint Blasius, waar dat het gaat over samen beter worden. En dat met Dominique Poteau in het samenverhaal met de zorgprofessionals. En dan gaan we naar de geestelijke gezondheidszorg in het psychiatrisch centrum Ariadne, waar dat ze eigenlijk het proces gaan uitleggen over hoe kom je tot een focusgroep. En dan gaan we hopelijk ook onze collega Anja Jacobs kunnen voorstellen die het herstelgericht werken in een ambulante dienst gaat toelichten. Maar heel graag het woord aan jou, Simon. Ja, hartelijk bedankt. Goed, ik heb de eer om te starten, als mijn presentatie mee wil, weliswaar. Voilà. Een zeer goede namiddag ondertussen allemaal. Mijn naam is Simon Malfit. Ik ben stafmedewerker directie verpleging en strategisch beleidscel in het UZ Gent. En ik ben gedoctoreerd op het thema van patiëntenparticipatie. En er is mij vandaag gevraagd om een inleiding te geven die ik genoemd heb de zorgprofessional als spil van eigenlijk patiëntenparticipatie. En het was een gesmaakte formule de vorige keer. De kernboodschappen dat ik vandaag met jullie wil bespreken is 1. Dat het engagement van de individuele zorgverstrekker essentieel is om patiëntenparticipatie waar te maken. Als 2. Zal ik wat meer toelichting geven over het feit dat patiëntenparticipatie ervoor zorgt dat rollen gaan veranderen in de organisatie. Dat we als ziekenhuis of als organisatie er toch van moeten uitgaan dat patiëntenparticipatie niet beschouwd kan worden als een verworven competentie in de opleiding. Dus wanneer dat schoolverlaters bij ons toekomen in het ziekenhuis, dat ze dat eigenlijk al beheersen. En finaal dat men ook binnen de organisatie aandacht moet hebben om de zorgprofessionals ook zelf te gaan empoweren. Nu, om toch te benadrukken dat eigenlijk het engagement van die individuele zorgverstrekker essentieel is, verwijs ik graag naar het model van Longtin, wat verscheen in januari 2010, waarin toch wel heel duidelijk gesteld wordt dat om patiëntenparticipatie mogelijk te maken, moeten eigenlijk zorgverleners in staat zijn om eigenlijk hun macht, tussen aanhalingstekens, hun kennis, hun expertise over de gezondheidszorg eigenlijk te gaan delen. En dat wordt bepaald door een heel aantal factoren die aan hulpverlenerskant zitten, waar we straks nog kort dieper op in gaan gaan. Maar essentieel is dat de hulpverlener ervan bewust moet zijn dat hij eigenlijk het startpunt is van patiëntenparticipatie. Als de hulpverlener daar geen opening toe laat, dan is de kans dat patiëntenparticipatie zich gaat voordoen enorm klein. Dus het is echt wel belangrijk binnen onze organisatie om die hulpverleners daartoe te gaan stimuleren om eigenlijk hun kennis en expertise te gaan delen met de patiënt. En voor de mensen die ook de vorige webinars gevolgd hebben, het delen van kennis en expertise, dat kunnen we eigenlijk zien als het delen van informatie, dus een van die lagere treden van patiëntenparticipatie. Dus het is een kern om dat te gaan begrijpen. Het is niet omdat heel veel patiënten vragen om patiëntenparticipatie, dat het daarvoor gaat plaatsvinden. Die hulpverlener neemt daar een essentiële plaats in. Nu, weet wel dat als we hulpverleners in een positie van
patiëntenparticipatie gaan zetten of zichzelf daarin zetten, zorgt dat er ook voor dat hun rollen gaan veranderen. En we hebben in recent onderzoek, onder andere rond de overdracht aan bed, gezien dat er eigenlijk drie soorten rollen gaan veranderen. Enerzijds verandert uw interpersoonlijke relatie met uw patiënt. Dus we gaan eigenlijk naar een vorm van gelijkheid of gelijkwaardigheid gaan streven tussen patiënt en hulpverlener. Let wel dat die verhouding altijd ongelijk gaat zijn. Met andere woorden, de hulpverlener die gaat altijd veel meer kennis hebben over het gebeuren in het ziekenhuis dan dat de patiënt heeft. Hè. En dat is natuurlijk weggaan van, laten we zeggen, eerder een paternalistische kijk op die verhouding. Hè. Vroeger waren de meeste beslissingen die werden genomen op basis van kennis van de zorgverlener. De gezondheidswerker die werd vaak gezien als de hoeder van het belang van de patiënt. Die moest toch geen kwaad doen en vooral het beste voor de patiënt zorgen. En eigenlijk waren de meeste patiënten destijds vooral heel passief als het ging over zorg gaan ontvangen. Men had eigenlijk weinig te zeggen. Nu, daarnaast verandert ook uw rol naar uw collega's toe. Hè? Want je gaat een meer gelijkwaardige rol met uw patiënt aangaan. Dus met andere woorden, er moet ook veel meer verantwoording zijn, zowel naar uw patiënt als naar uw collega's, waarom dat bepaalde keuzes gemaakt worden. Maar ook naar supervisor en verpleegkundigen zien we ook dat die rol gaat veranderen. Hè. Door meer aan patiëntenparticipatie te gaan doen, wordt er enorm veel verantwoordelijkheid gelegd bij de individuele verpleegkundigen die een relatie aangaan met de patiënt, waardoor dat soms het verantwoordelijkheidsgebeuren dat vaak bij de leidinggevende lag, dat toch wat wegvalt. Dus als we eigenlijk die hulpverleners gaan stimuleren, moeten we er ook rekening mee houden dat de rollen gaan veranderen. Nu, ik val hier in herhaling. De mensen die de vorige keer al de inleiding van mij gehoord hadden bij een van de eerste webinars, die hebben deze slide ook al gezien. En ik had het al aangekondigd bij het model van Longton. Weten we dat er toch bepaalde factoren zijn die bepalend zijn voor individuele hulpverleners om aan patiëntenparticipatie te gaan doen of niet. En twee daarvan zijn eigenlijk leeftijd en opleiding. En dus we zien dat hoe ouder, lees vooral hoe meer anciëniteit dat iemand heeft in een beroepsgroep, hoe gemakkelijker dat men zal overgaan naar patiëntenparticipatie. Het tweede is ook opleiding. Hoe hoger opgeleid en hoe meer specifieke opleidingen dat iemand gevolgd heeft, hoe gemakkelijker dat men ook daar weer zal overgaan naar patiëntenparticipatie. En dat zijn nu net twee eigenschappen dat we ook vaak in de leidinggevende zien. En daar zit er wel een belangrijke pitfall, een belangrijke valkuil, is dat leidinggevenden vaak naar patiëntenparticipatie gaan kijken vanuit een ander perspectief. Zij hebben vaak iets meer staat van dienst, zij vaak hoger opgeleid. Dus met andere woorden, beschouwen patiëntenparticipatie als iets dat gemakkelijker gaat, iets dat meer common is, meer normaal is, maar dat wordt vaak niet door hun staf zo bekeken. Dus eigenlijk is opleiding wel essentieel en ervaring opdoen essentieel om patiëntenparticipatie te gaan waarmaken. En om het dus te gaan implementeren, nogmaals, moeten we ons focussen op die individuele hulpverleners, die mensen gaan stimuleren. En daarvoor moeten we ze ook zelf empoweren. Om aan patiëntenparticipatie te gaan doen, moeten we ook een profiel hebben die dat toelaat. We moeten ook een sterk profiel hebben. En eigenlijk zijn er vier zaken die je wel zou kunnen doen. Je zou een leading by example kunnen doen. Als we verwachten dat verantwoordelijkheid en kennis gedeeld worden met patiënten, dan mogen we er eigenlijk ook van uitgaan dat de organisatie dat zelf ook doet. Als je een sterke top-down organisatie hebt, waarbij dat er weinig participatie is vanuit de basis, dan gaat dat ook niet echt een cultuur creëren om ook patiënten mee te gaan nemen in een participatieverhaal. Zeer belangrijk is ook dat we hulpverleners intrinsiek gaan motiveren om aan patiëntenparticipatie te gaan doen. Van bovenaf gaan opleggen van kijk, vanaf nu doen we patiëntenparticipatie. Dat gaat niet echt werken. Mensen moeten er meerwaarde ervan inzien om dat eigenlijk te gaan doen. En we weten onder andere uit de patiëntenparticipatiecultuurpeiling dat bij de eerste stappen die men maakt in patiëntenparticipatie, dat investeringen vraagt. Dat vraagt een inzet van hulpverleners, waarvan dat de resultaten van patiëntenparticipatie vaak lange termijns gevolgen zijn. Terwijl dat de inzet vaak op korte termijn is. Dus met andere woorden, je moet toch wel een tijdje investeren en dat ook voldoende ruimte geven om eigenlijk tot patiëntenparticipatie te gaan komen. En een techniek die ik altijd graag als voorbeeld geef, is eigenlijk het co-design gebeuren, waarbij dat je samen met hulpverleners en patiënten aan de slag gaat om heel praktische
uitwerkingen te gaan doen binnen je organisatie van bepaalde thema's. En ik verwijs zeer graag naar de paper die geschreven is door collega Eva-Marie Castro, die jullie ook waarschijnlijk al zullen digitaal ontmoet hebben, die eigenlijk een heel praktische paper geschreven heeft over hoe dat je patiëntenparticipatie kan gaan implementeren in co-design kan gaan implementeren in de praktijk om tot patiëntenparticipatie te komen. Zo, dit was het voor mijn kort theoretisch deel. Als er vragen zijn, hoor ik het graag. U vindt mijn contactgegevens hier. En ik denk dat er nu nog even de ruimte is om ook vragen te stellen. Dat klopt. Dankjewel, Simon, voor de heldere en interessante toelichting. Ik heb alvast een vraag voor jou. Wat is de grootste misvatting over patiëntparticipatie bij zorgverleners? Hoe zou je dat kunnen toelichten? Wel, en nu spreek ik zelf een beetje vanuit de praktijkervaring die ik heb door in veel ziekenhuizen te gaan en rond het thema te spreken, is eigenlijk dat als we over patiëntenparticipatie voor de eerste maal beginnen, dat mensen vaak denken dat de patiënt het allemaal voor het zeggen gaat hebben. En ik denk dat we daarvan toch wel moeten wegstappen. Ik denk dat we dat moeten nuanceren. Dat is, niemand heeft het ooit allemaal voor het zeggen. Het gaat één vooral over dialoog. En wat we weten is dat een heel grote groep patiënten eigenlijk vooral informatie wil krijgen. En daar start het ook vaak allemaal mee. En als we terug zouden kijken naar het model van LinkedIn, het is nu al weg, maar dat staat daar ook in. Het is ook soms afhankelijk van de status waarin een patiënt op een bepaald moment is. Iemand die op spoed terechtkomt, die heeft geen nood om zijn verder ziekteproces te gaan bespreken. Die wil gewoon heldere informatie en wil misschien wel een keuze hebben die wat beperkter zijn, maar daar gaat het hem vooral over. Terwijl dat je ziet dat mensen die vaak een chronischere aandoening hebben en al zeer lang met die aandoening leven, toch wel eerder neigen naar het in dialoog gaan en het mee proberen te bepalen van de zorg. Maar we moeten wel afstappen van het een beetje het dogma dat men soms heeft, dat de patiënt zal het allemaal voor het zeggen hebben, dat het dat vooral niet is. Oké, dankjewel. Dan ga ik graag over naar jou, Dominique, met jouw heel heldere praktijk ook vanuit AZ St. Blasius. Aan jou het woord. Dankjewel, Michel. Michel, kan je even knikken of de dia goed te zien is? Ja, dankjewel. Goedemiddag iedereen. Ik zie wel dat ik niet de startdia hier heb. Mijn excuses daarvoor, toch even iets fout gelopen. Voilà, dit is de startdia. Goedemiddag iedereen, mijn naam is Dominique Poteau. Ik ben stafmedewerker in AZ St. Blasius. Wij zijn een middelgroot ziekenhuis met ongeveer 440 bedden en 1300 medewerkers. Ik ben als stafmedewerker hoofdzakelijk bevoegd voor communicatie en marketing, maar ook voor patiënteneducatie en wij trachten in ons ziekenhuis persoonsgerichte zorg te bevorderen en te implementeren, zowel op microniveau als op mesoniveau. En ik wil heel graag iets vertellen over hoe we die patiëntgerichtheid uitrollen, zowel in onze cultuur als in de dagelijkse praktijk. Ik neem jullie eerst even mee 5 jaar terug naar 2016. Wij werken in ons ziekenhuis immers zowel met jaarplannen als met 5-jaarcyclussen. En in 2016, bij het begin van de toenmalige 5-jaarcyclus, hebben we eigenlijk voor het eerst uitdrukkelijk de participatiegedachte geïntegreerd in onze 5-jaarvisie. Zowel in de visie zelf, het samen beter worden, als in de strategie waarmee we die visie wilden implementeren. Samen beter worden betekent voor ons immers niet alleen samen met de collega's en samen met externe zorgprofessionals zoals huisartsen, maar ook samen met de patiënt en zijn familie. Dat kwam eigenlijk in 2016 dus voor het eerst heel uitdrukkelijk op ons voorplan. Als we kijken naar de strategie die we toen
in gedachten hadden, dan hadden we daar 4 programma's om die strategie te bereiken. En dat eerste programma heette ook Patiëntgericht Ziekenhuis. Programma van start. We hebben een stuurgroep opgericht die rond 3 pijlers aan de slag is gegaan. Jullie zien de pijlers: respectvolle bejegening, informatie, educatie en ontwikkeling, empowerment van de patiënt en participatie. Nu, tegelijk hebben we in ons ziekenhuis, we spreken nog altijd 2016, ook nieuwe waarden ontwikkeld. Met directie, leidinggevenden en basismedewerkers, 5 waarden, waaronder de waarde wij zijn betrokken. En toen we die waarde wij zijn betrokken bij onze patiënt uitgeschreven hebben, samen met de leidinggevende, hebben we dat gedaan in termen van gedragingen. Welke gedragingen willen we zien bij onze medewerkers om echt te kunnen afvinken bij onszelf, wij zijn patiëntgericht bezig. En die gedragingen die zijn dus echt heel concreet beschreven. Dat heeft ons enorm geholpen en nu nog vind ik dat die gedragingen die we toen opgelijst hebben, eigenlijk nog altijd een goede basis vormen voor patiëntgericht gedrag en patiëntenparticipatie. Ik kom hier straks op terug. Nu, wij werken dus met jaarplannen en met focusdoelstellingen in die jaarplannen, in die beleidsplannen. We hebben toen gekozen om hoofdzakelijk te werken met ik zeg wie ik ben als focusdoelstelling in alle afdelingen. Omdat zeggen wie je bent eigenlijk echt de basis legt voor een dialoog met je patiënt, voor een contact met een patiënt, voor een ontmoeting met je patiënt. Om je patiënt van mens tot mens te ontmoeten, stel je je eerst voor. Je zegt wie je bent. Dat hadden we teruggevonden in de literatuur, ook in feedback van patiënten, in getuigenissen van mensen, dat dat echt iets essentieel is. En we hebben gevraagd aan al onze leidinggevenden, zowel in de zorg als in de niet-zorg, om daar echt een focusdoelstelling van te maken. We hebben ook metingen gedaan. Die resultaten kwamen op de dashboards gedurende alle jaren vanaf 2016. Wat hebben we nog gedaan? Dat zie je in die kleinere afbeeldingen daaronder. We hebben een literatuurstudie gedaan om te komen tot ons eigen normenboek, als het ware. We hebben een manier gezocht om op een gecoördineerde manier te luisteren naar feedback van diverse klanten, patiënten. Ik bedoel daarmee, er komt feedback in het ziekenhuis via sociale media, via ons info@mailadres, via de ombudsdienst, rechtstreeks via leidinggevende en medewerkers. Via tal van bronnen komt er feedback over tevredenheid en ontevredenheid. En we hebben dus een manier gezocht om minstens 1 keer per jaar al die bronnen van feedback samen te leggen, die met de stuurgroep samen door te nemen en te zoeken naar trends. Als aanvulling bij onder andere de meting van VIP2, Vlaams Patiëntenplatform. We zijn ook gestart met het piloteren rond een aantal initiatieven waar we patiënten als groep bevragen rond de werking van het ziekenhuis. Je ziet daar die slagboom. Dat is een van de voorbeelden. We hebben een patiëntentraject georganiseerd van slagboom tot inschrijving. Naar aanleiding van werken die zouden plaatsvinden aan onze parking, aan de inkom en aan de dienstonthaal. We hebben mensen uitgenodigd via patiëntenverenigingen, via de Welzijnsraad van Dendermonde, om zeker ook de niet-mobiele mensen mee te hebben, of minder mobiele mensen, en ook via sociale media. We hebben op die manier een groep mensen kunnen samenstellen die echt fysiek met ons die wandeling gemaakt hebben van slagboom tot inschrijving, om te zoeken naar verbeterpunten om mee te nemen in het bouwproject. Op die manier hebben we gepiloteerd met patiëntenparticipatie ook op mesoniveau. We hebben ook het medisch departement bij betrokken via tal van initiatieven. Er is een vertegenwoordiging van het medisch departement in onze stuurgroep en zelf gaan we ook regelmatig naar het overleg medische diensthoofden om daar ideeën af te toetsen
door hen te laten valideren en aan onze medische diensthoofden te vragen welke aandachtspunten zien jullie voor ons in het uitrollen van ons beleid. En niet in het minst, onderaan zien jullie het icoontje van Blasius Academie. We hebben ook beslist om heel sterk te investeren in opleiding van mensen. Want zoals Simon daarnet zei, patiëntenparticipatie, patiëntgerichtheid is geen verworven competentie. We moeten echt mensen opleiden, zowel onze eigen mensen, en dat is deel 1 van de academie, zal ik maar zeggen, maar ook de bevolking moet ook groeien in maturiteit, uitgenodigd worden om op basis van informatie mee te beslissen. En dat is deel 2 van onze academie, die ook dus een bevolkingsgericht luik heeft. Nu, dat is de manier waarop we de eerste 5 jaar aan de start zijn gegaan. We hebben die manier geëvalueerd eind 2019. We hebben dan eigenlijk gezien dat we verder konden op dezelfde leest, maar dat de programma's die wij in het begin als aparte programma's zagen, eigenlijk veel meer verweven zijn dan we dachten. Patiëntgerichtheid bijvoorbeeld is niet iets apart, maar is een dimensie van een goede organisatie van je ziekenhuis. Een goed georganiseerde ziekenhuis is per definitie patiëntgericht. Dat kunnen en mogen geen twee aparte programma's van elkaar blijven. Dat was een belangrijke gedachte die we wilden meenemen naar de volgende 5-jaar cyclus. Meer en meer waren we er ook van overtuigd dat alles start met luisteren naar de klant. Zowel op mesoniveau, de werking van het ziekenhuis, het verbeteren van de werking, als op microniveau, de zorg, de dienstverlening voor de individuele patiënt. Alles start voortdurend vanuit het contact, vanuit de dialoog. En dat zowel in de zorg als in de niet-zorg. Ik kom daar straks op terug hoe dat ook in de niet-zorg is. Dus, nieuwe 5-jaar plan hebben we toch nog een beetje anders geformuleerd. Samen beter worden blijft onze kerngedachte. Maar we hebben patiëntenparticipatie nog sterker geïntegreerd, niet meer als een apart programma, maar als een dimensie, zowel van onze Blasius-richting. Dat zijn eigenlijk de 4 kwadranten, de 4 grote doelstellingen waarin we met ons ziekenhuis willen evolueren. Je ziet daar dat groene kwadrant linksboven in de Blasius-richting. We verzekeren een positieve zorgbeleving aan elke individuele patiënt en zijn naasten. En we leveren uitmuntende zorg en dienstverlening en betrekken hierbij de patiënt. Dus in dat kwadrant is die patiëntenparticipatie heel uitdrukkelijk als een dimensie opgenomen. En rechts zien jullie dan de Blasius-wijze. Voor ons is dat de unieke manier waarop we onze doelstellingen willen bereiken. En daar zie je het wat minder uitdrukkelijk, maar ik ga het meteen toelichten. Patiëntenparticipatie zit daar zowel in het verwachte gedrag, dat gaat over onze waarden, de betrokkenheid, als in de verwachte aanpak die ik meteen verder toelicht. De verwachte aanpak, alles wat we doen, start bij het luisteren naar de patiënt. Ik ga eerst even inzoomen op het microniveau. Op het microniveau, het individuele contact van de zorgverstrekker of van de medewerker met zijn patiënt of familielid. We waren al gestart vanuit de focusdoelstelling ik zeg wie ik ben en daar wilden we op verder gaan. En ons streven was eigenlijk een manier te vinden om een betekenisvol contact in alle geledingen van het ziekenhuis te faciliteren. En met betekenisvol bedoelen we wel degelijk betekenisvol en voor de patiënt en voor de zorgmedewerker of medewerker to court. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is om te allen tijden dat evenwicht tussen de patiënt en de zorgverstrekker, medewerker, te bewaken. Gelijktijdig het welzijn van de patiënt en het welzijn van de medewerker gelijktijdig mee te nemen in onze visie en in al onze verbeterinitiatieven. En we zagen eigenlijk een mooi voorbeeld in Schotland, waar de What Matters to You-gedachte uitgewerkt wordt, heel sterk ook vanuit die dialoog. En daar zijn we gaan op verder zoeken.
En we hebben dan eigenlijk ons eigen model gecreëerd. We noemen het 5 bouwstenen voor een betekenisvol contact. Het is gebaseerd op een model van Stanford University en het bevat 5 fasen, de 5 noodzakelijke fasen om een contact, een gesprek of een contact terwijl men een handeling doet bij een patiënt op een betekenisvolle manier te laten verlopen die voldoening geeft, zowel voor de patiënt als voor de medewerker. De eerste 2 bouwstenen daarvan, daar zijn we nu al een paar jaar heel hard rond aan het werken. En je ziet die eerste bouwsteen, stel je voor, is eigenlijk een verderzetting van wat we in het begin al hadden opgepikt. Stel je voor met je naam en functie en spreek de andere aan zoals hij zij het verkiest. Daar is nu de 2e bouwsteen bijgekomen. Vertel ook wat je gaat doen, hoe lang het gaat duren, wat dit betekent voor de patiënt. Vertel wat het vervolg van het traject is en toets af. Als je op een kamer komt om een patiënt te wassen, ik zeg maar wat, zeg dan wie je bent. Ik ben Dominique. Ik ben vandaag jouw verpleegkundige. Ik ga je nu wassen. Is dat oké voor jou? Zo eenvoudig is het eigenlijk, maar dat zijn de bouwstenen 1 en 2 van dat betekenisvol contact. En daar hebben we nu eigenlijk in alle afdelingen verbeteracties rond. Dat kunnen verbeteracties zijn op dienstniveau, specifiek voor het OK, specifiek voor een verblijfsafdeling, specifiek voor boekhouding die telefonisch klantencontacten heeft met debiteuren, ik zeg maar wat. Maar dat kunnen ook transversale verbeteracties zijn. Zo werken we nu heel sterk in het kader van vertel wat je gaat doen rond informatie voorafgaand aan invasieve onderzoeken. Bijvoorbeeld coloscopie. Daar hebben we nu transversale verbeteracties lopende. Omdat de coloscopie bij opgenomen patiënten de educatie start op de verblijfsafdeling. Maar de mensen gaan dan naar de dienst endoscopie. Waar dan de coloscopie eigenlijk plaatsvindt en waar de educatie als het ware verder loopt. Hè. En die diensten werken transversaal nu aan het verbeteren van die educatie voorafgaand aan het onderzoek. Dus dat zijn onze 5 bouwstenen voor een betekenisvol contact waar we mensen over teachen opleiden. Nu, ik heb er nog 2 afbeeldingen bijgeroepen. Waarom? De maturiteit die moet groeien bij onze eigen mensen, die, had ik al gezegd, moet eigenlijk ook een stukje groeien bij de bevolking. En daarom organiseert onze Blasius Academie ook infosessies, maakt folders, geeft informatie op website en op digitale beeldschermen aan de bevolking rond tips voor een goede dialoog. De afbeelding die je daar links ziet, is ja, de coverafbeelding, zal ik maar zeggen, ook van de brochure. Tips voor een goede dialoog. Ja, omdat we ook de mensen zelf daar echt willen in versterken. We gaan ook starten met een aantal visuele permanente toetsen in het ziekenhuis. Je ziet daar de foto van onze voordeur, de glazen voordeur, een carousel. Waar we een sticker binnenkort gaan ophangen in dialoog met jou. Betere zorg, start met een goed contact. En zo gaan we op diverse plaatsen van het ziekenhuis kleine en grote visuele uitnodigingen aanbrengen. Uitnodigingen aan de bevolking, aan de patiënt, om met ons in dialoog te gaan. En tegelijk zijn het ook een soort kleine visuele reminders voor het personeel. Ja, dat is de keuze die wij maken als ziekenhuis. Dat is de leest waarop wij onze contacten schoeien. Dit voor het microniveau. Op mesoniveau is het eigenlijk hetzelfde principe. Wij werken al jaren op mesoniveau rond V3, voortdurend verantwoord verbeteren, waarbij we zeggen, elke verbetering start ook met te luisteren naar de klant. Want je kan wel vanuit je eigen ervaringen samen met je collega's nadenken over hoe je processen van je dienst kan verbeteren. En dat is niet slecht, helemaal niet slecht. Maar het is belangrijk om ook de verwachtingen en de ervaringen te toetsen. Anders loop je het risico dat je veel energie investeert in een verbetering en dat die uiteindelijk toch weinig waarde oplevert voor je klant. Dus die gedachte die bestond eigenlijk al
En daar gaan we nog verder in door nu eigenlijk standaard alle verbeterinitiatieven in het ziekenhuis waarbij processen, dienstverlening verbeterd worden, om die altijd te laten op een gestandaardiseerde manier te laten verlopen. En die gestandaardiseerde manier, wij noemen dat het V3 verbeterplan, die heeft eigenlijk de PDCA-cirkel als basis. Plan, do, check, act. Een cirkel die voortdurend in beweging is. En de planfase start bij het luisteren naar de klant. Ik vertelde jullie daar juist over het piloteren met acties zoals de wandeling van slagboom tot inschrijving, waar dat in het begin bij ons wat losstaande pilootprojecten waren, is dat nu gestandaardiseerd opgenomen in elk verbeterproces op elke afdeling. Zorg of niet zorg, de plan, do, check, act fases worden gevolgd en we starten met het luisteren naar de klant. Wat doet dat nu met onze medewerkers? We zijn nog maar pas in de nieuwe vijfjaarfase 2025, dus ik kan nog niet helemaal op de vraag antwoorden. Wat we wel zien, wat essentieel is om er ons voortdurend van bewust te zijn dat we gelijktijdig het welzijn en de belangen, de aandachtspunten van onze patiënt en van onze medewerker moeten bewaken. En je ziet dat ook linksboven in het schema van de blaasjesrichting. Dat groene kwadrant slaat op de patiënt, maar het oranje kwadrant slaat op het welzijn van onze medewerkers. Dus dat zijn twee aandachtsgebieden, twee kwadranten die we gelijktijdig mee ter harte nemen. En dat is iets wat we vanuit het beleid zeker voortdurend in ons achterhoofd moeten houden. Daar start het mee. Het tweede is de academie. Investeren in vorming van de medewerkers. We doen dat op tal van die gebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld een opleiding blaasjeswijze voor onze leidinggevenden, waar ze echt leren werken met die plan, do, check, act fase. Maar er zijn ook opleidingen voor medewerkers. Tegelijk hebben we ook een systeem waarbij we coaching ook inzetten. Dus niet alleen vorming, maar ook coaching. Er zijn toegewezen coachen aan alle afdelingen. We noemen dat onze V3-coachen, die elke aantal afdelingen coachen daarin in het verbeteren vanuit het luisteren naar de klant. We stellen ook tools ter beschikking aan onze leidinggevende en onze diensten. Die tools zijn gekoppeld aan elke fase van de plan, do, check, act fase. Dus bijvoorbeeld bij de planfase horen bepaalde tools om patiënten te bevragen. Wat jullie daar rechts zien is een groepje mensen aan een verbeterbord. Het werken met verbeterborden op een bepaalde gestandaardiseerde manier als leidinggevende met je team is ook een van de tools om de gedachte van hoe luister je nu naar je klant mee te vertalen in de dagelijkse praktijk naar je dienst toe en naar je medewerkers toe. Ten slotte denk ik dat ook storytelling een heel belangrijke component is. Simon vertelde daar net al over het motiveren van medewerkers en over het belang van de intrinsieke motivatie. Storytelling kan denk ik bijdragen zowel aan purpose als aan pride. Mensen motiveer je door de combinatie van de drie P's. Purpose slaat op het intrinsieke doel dat je aan de maatschappij wil bijdragen. Pride slaat op wat je als individu of als team bereikt hebt, waar je trots kan op zijn, omdat je die purpose voor een stuk hebt kunnen waarmaken. Pleasure gaat over het motiveren van je mensen dankzij een beloning. En we weten allemaal dat in onze sector dat een beperkt aandeel heeft. We hebben geen variabele verloning waarmee we excellente teams kunnen belonen. Hoogstens kunnen we eens een fruitmand op een verpleegpost afleveren. Dus we moeten eigenlijk het echt hebben over purpose en pride. En storytelling kan denk ik aan beide bijdragen. Storytelling omdat je via verhalen van succesvolle resultaten kan zien hoe je echt met de acties van je dienst
die purpose, die zin, die waarde voor de patiënt echt hebt waargemaakt. Je kan verhalen van concrete patiënten daar vertellen. Maar ook de pride, via de verhalen, de succesverhalen, kan je ook diensten of medewerkers in de picture brengen en hun trots versterken. Ik sluit af met mijn laatste dia, een soort terugblik op ja, het stukje weg dat we al afgelegd hebben in onze huidige vijfjaarscyclus, waar we vaststellen dat eigenlijk elke medewerker in ons huis twee jobs heeft. De job van de zorg of de dienstverlening die hij of zij biedt, maar ook de job van het voortdurende verbeteren van die zorg of die dienstverlening. En beide starten in dialoog. Beide starten, ik noem dat zelfs vanuit een ontmoeting met de patiënt of de patiëntengroep. En het is juist die dialoog, die ontmoeting tussen twee mensen of twee mensengroepen, die waarde oplevert, voldoening oplevert en een positief gevoel kan opleveren voor beide. En tenslotte, ja, het belang om het te beluisteren van de patiënt in te bedden in uw standaard manier van werken, zowel op microniveau als op mesoniveau. Zodanig dat die patiëntgerichtheid echt een dimensie kan worden van hoe je gewoon als organisatie dagelijks aan de slag gaat. Voilà, ik hoop dat ik niet te veel over mijn tijd ben gegaan en geef het woord graag terug aan Michelle. Hartelijk dank, Dominique. Ik heb een vraag voor jou. Van, hoe ziet de opleiding voor medewerkers er concreet uit? Kan je dat in een notendop omschrijven? De opleiding, ja, ik ga misschien even teruggaan. Ik weet niet, worden mijn dia's nog getoond? Ja. Ja. De opleiding volgt eigenlijk ook de twee componenten microniveau en mesoniveau. De opleiding rond het microniveau gaat echt rond de vijf bouwstenen voor een betekenisvol contact. Waar we eigenlijk op verschillende manieren, op verschillende momenten steeds terug die vijf bouwstenen onder de aandacht brengen. En ja, voorbeelden geven eigenlijk van mensen die daarover getuigd hebben. Zo hebben we een getuigenis van een auteur, mevrouw Brakke, haar voornaam ontsnapt mij nu even, die zelf patiënt is geweest, langdurig opgenomen geweest is in een ziekenhuis en die vertelt over hoe mensen op haar kamer kwamen en zij niet wist wie er binnenkwam. Was dat nu een verpleegkundige, een arts? Ze had eigenlijk geen idee. Mensen kwamen binnen, deden dingen op de kamer en zij vertelt daar heel mooi over in haar boek. En we gebruiken eigenlijk dergelijke getuigenissen om steeds opnieuw aan de medewerkers uit te leggen waarom elke van die vijf bouwstenen zo belangrijk is in het contact. En dan op mesoniveau gebeurt het aan de hand van de verbeterinitiatieven, dus de Plan, Do, Check, Act cirkel, waar medewerkers betrokken worden bij verbeterinitiatieven, om nog eens terug te komen op de coloscopie, het invasieve onderzoek. We organiseren een workshop waar soms de leidinggevende aan deelneemt, maar vaak delegeert zij medewerkers van de afdeling om deel te nemen aan die workshop. Vaak ook artsen zijn daarbij betrokken. En in die workshop gaan we dan echt de verschillende stappen van de Plan, Do, Check, Act cirkel samen met de V3-coach na. En onderzoeken we samen hoe kunnen we nu de patiënt bevragen. En bij de bevraging zelf worden dan ook de medewerkers betrokken. Dus het zijn ook de medewerkers op de verblijfsafdeling, op een ambulante afdeling, die zelf dan ook de patiënten bevragen en die de resultaten zien op het dashboard, op ja, dus het kwaliteitsbord bij ons, waar de resultaten van al die indicatoren opgehangen worden. Het is misschien niet zo evident om in een notendop te beschrijven, maar ja, dat is eigenlijk de twee componenten, micro- en mesoniveau, worden meegenomen. Oké, dankjewel Dominique. Daar ga ik heel graag. Dank je, Michelle. Naar de volgende
uiteenzetting. Die komt van Lieven Kluis uit PC Ariadne. Die het zal hebben over de implementatie van een focusgroep. Aan jou het woord, Lieven. Lieven, jouw micro staat niet op. Goedemiddag. Ik merk dat voorlopig mijn scherm nog niet gedeeld wordt. Ik probeer het nog eenmaal en als het niet lukt, dan doen we het wel zonder. Wordt het nu gedeeld? Het is zichtbaar, Lieven. Ja. Goedemiddag. Eigenlijk aan mij is gevraagd om heel kort even uit te leggen hoe wij in het psychiatrisch centrum Ariadne in Lede aan de slag gaan met een van onze participatiemiddelen, zijn de focusgroep. Het zou ons veel te ver leiden om eigenlijk uitleg te geven hoe praktisch het allemaal in elkaar zit, die focusgroep. Maar ik heb het wel opgenomen in de PowerPoint-presentatie, zodanig dat het achteraf nog eens kan bekeken worden. En mochten er nog vragen daarom zijn rond het praktische, maar ook rond de sterktes van de focusgroep, maar ook de kwetsbaarheden, dan kunt u mij steeds, zou ik zeggen, contacteren. Maar toch even heel kort, wat is een focusgroep? Focusgroep komt eigenlijk, is eigenlijk een methodiek die komt uit de kwalitatieve uit het kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. En dat heeft eigenlijk het doel het samenbrengen van een aantal mensen, vaak vanuit verschillende achtergrond, om samen in gesprek te treden rond een bepaald thema, een bepaald onderwerp of een bepaald product. En van daaruit, met die resultaten die we dan bekomen, eigenlijk te komen tot een systeem of tot een resultaat waar iets mee in een onderzoek kan gedaan worden. Uiteraard hebben we het binnen ons psychiatrisch ziekenhuis niet over echt wetenschappelijk onderzoek, maar gebruiken we deze methodiek toch om eigenlijk om de 14 dagen met patiënten, aangevuld met eventueel een aantal specialisten, experts rond een bepaald thema, samen te komen gedurende een uurtje en half. Het staat dus open voor alle cliënten. En daarin bespreken we een vooraf gekozen thema. Thema's worden vaak gekozen door de patiënten zelf. Het idee is dat eigenlijk alles moet bespreekbaar zijn. En dat de thema's eigenlijk heel breed kunnen zijn. Het kan gaan van de kwaliteit van eten tot op welke manier neem ik mijn eigen regie van mijn eigen behandeling meer in de hand. Maar evengoed kan het gaan over vrijheidsbeperkende maatregelen. Belangrijk, en ik was blij dat Simon ook al dat aanhaalde, die gelijkwaardigheid, die gelijkheid, dat moet toch wel de cultuur zijn van onze focusgroep. Dus dat zowat in een notendop wat de focusgroep is. Over deze slides ga ik gewoon over. Om ons te focussen op het thema toch wel van vandaag, van wat is nu het effect op de organisatie, wat is het effect op medewerkers. Natuurlijk in een psychiatrisch ziekenhuis zijn we eigenlijk eerst verplicht en willen we dat ook om eerst na te denken van wat is nu eigenlijk het effect op onze cliënten, want het is het is onze core business om inderdaad effect te bereiken bij onze cliënten. Uiteraard is de focusgroep geen doel op zich, zoals eigenlijk ook participatie geen doel op zich mag zijn. Maar wel de resultaten die we halen uit de focusgroep en wat we daarmee doen, dat moeten we als focus, als kern behouden van effect. Natuurlijk wil ik toch ook aangeven dat het voor onze cliënten ook wel een bijkomend aantal effecten heeft. Bijvoorbeeld het idee van
Ja, ik kan er terug bij horen. Ik neem een bepaalde andere rol op dan de klassieke rol van passief ondergaan. Een stukje mee de eigen regie in handen nemen. Het gevoel ook van beluisterd te worden. En zoals met een duur woord kunnen zeggen van ja, opnieuw een stukje meer mijn eigen burgerrol opnemen. Ik wou dat toch even aanhalen van dat effect van de cliënt is best belangrijk. Als we dan kijken naar de organisatie, naar de medewerkers, dan zie je op de slide eigenlijk een aantal effecten, een aantal gevoelens die een focusgroep teweeg brengt. De pijltjes kunnen misschien misleidend zijn en de indruk geven dat dat een heel lineair proces is en gaande van bedreiging tot groeikans. Dat is het niet zo. Ik denk dat die gevoelens bij deelnemers en bij medewerkers, maar ook eigenlijk een beetje bij de organisatie wel, allemaal spelen in verschillende fases en ook wel terugkeren. Dus je moet het niet zo lineair zien. Maar zeker bij de aanvang is het toch wel zo dat het aspect bedreiging en het effect het grootst is. Een psychiatrisch ziekenhuis, zeker een psychiatrisch ziekenhuis, heeft toch wel een cultuur van controle. Het gaat er vaak in ons ziekenhuis om op welke manier kunnen we terug een stuk controle krijgen op de eigen realiteit. En dat is een cultuur die toch ook wel in ons handen wat zit. En net met een focusgroep of met een participatiemiddel to court, denk ik, laat je die controle ook een beetje los en luister je eigenlijk wat op je afkomt. En dat is een beetje acultureel voor ons ziekenhuis, maar denk niet alleen voor ons. En vaak wordt dan ook gezegd, en het zijn hier vandaag net de sociale verkiezingen die bezig zijn, en ik geloof nogal sterk in de vakbondsidee, maar vaak wordt dan negatief gezegd, die focusgroep dat is eigenlijk een beetje de vakbond van de patiënten in het ziekenhuis. Dat duidt ook wel hoe het ervaren wordt als een stukje bedreiging. Het is ook zo dat je, als je als professional deelneemt, maar ook als niet deelneemt, maar je betrokken weet op een bepaald thema, dat je als professional ook wel bevraagd weet. En vaak ook persoonlijk. Hè. Stel nu dat het gaat over de kwaliteit van de maaltijd of de keuze van welke keuze heb je als patiënt in maaltijden. Ja, dan word je soms ook wel op je persoonlijk handelen aangesproken. En krijg je ook wel eens de boodschap, maar jij trekt toch 's avonds ook je koelkast open en kijk toch ook wat ga je eten. Waarom kan dat dan niet in het ziekenhuis? Hè? Dus je wordt als medewerker, als professional, echt ook wel bevraagd persoonlijk. En dat geeft wat onwennigheid. In de psychiatrie zouden we vlot met gevoelens moeten kunnen omgaan, maar ook niets menselijk is onvreemd. Dus dat geeft toch wel ook een bepaalde onwennigheid en bedreiging. Het vraagt dan ook een stukje je kwetsbaar opstellen, zowel voor professionals, maar ook voor de cliënten, om een aantal zaken te gaan delen in een dergelijke focusgroep. Belangrijk daarbij is, en ook wel een sleutelmanier om die bedreiging wat weg te nemen, is te zorgen voor een bepaalde mate van transparantie. En daarom is het belangrijk om vooraf heel duidelijk altijd te zijn over de doelstelling. Wat kan en wat kan niet. Hè? De misvatting die Simon al aanhaalde rond het idee van participatie is eigenlijk van de patiënten hebben het nu voor het zeggen. Dat zit er sterk in. En zo, die misvatting leeft ook vaak, ook zelfs bij cliënten. En cliënten komen soms ook terug van de focusgroep op een afdeling en zeggen, op de focusgroep is beslist dat. Terwijl eigenlijk heel duidelijk is, en op de focusgroep wordt niets beslist, maar worden een aantal aanzetten gegeven tot oplossing waarmee aan de slag kan gegaan worden. En dat duiden als afdeling is soms echt wel van belang. Maar die transparantie trachten we vooral ook op te lossen door een goede verslaggeving te doen. En die verslaggeving ook ruimte gaan verspreiden. Zodanig ook dat medewerkers vooral het gevoel krijgen van die focusgroep dat is zo geen exclusief clubje van patiënten met een aantal professionals. Maar dat is iets wat ons allemaal aangaat. En door die openheid daarin te creëren, slagen we er toch wel in
om ook wel openheid en bereidheid te krijgen om aanbevelingen of suggesties die vanuit de focusgroep te komen, om die ook wel doorgang te laten vinden. En gaandeweg merk je dan toch... Ik kom eventjes, Tarsenlieve, excuseer, maar uw PowerPoint blijft op de begintitel staan, dus je mocht gerust uw betoog verder doen, maar met de wetenschap dat de mensen het niet allemaal zien. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dat is jammer, maar goed, daar leven we dan mee. Hè. Een volgende punt rond effecten is eigenlijk toch wel dat... uitgaande vanuit die transparantie, dat we eigenlijk ook vertrekken naar, of evolueren, dat de focusgroep een stukje spiegel is. Een uitnodiging tot reflectie op ons eigen handelen, als voorziening, als professional, als afdeling of als team. Het is eigenlijk een kans om in elkaars schoenen te gaan staan, en eigenlijk wat wederzijds begrip te gaan kweken. En gaandeweg merken we ook eigenlijk dat onze rollen aan het omkeren zijn. Dat we de rollen omkeren. En zo gebeurt het nu al vaker dat ook een afdeling of een team zegt van... Ja, dit zou toch wel eens een onderwerp kunnen zijn die we ook kunnen bespreken op de focusgroep. Dus dat spiegelen, de rollen omkeren, veranderen van rollen, waar Simon daarnet ook op... hamerde, dat begint toch ook wel een feit te worden. En gaandeweg krijgen we dan ook echt wel meer gedragenheid. De besproken onderwerpen leiden tot een beter wederzijds begrip. Afspraken en regels worden ook beter gehandhaafd, kunnen we zeggen. Omdat ze in gemeenschappelijk overleg zijn tot stand gekomen. En het is dan ook gemakkelijker om die te gaan handhaven. Je merkt dus een heel grote grotere gedragenheid voor voorstellen of oplossingen die in de focusgroep gegroeid zijn. En je krijgt dan meer een cultuur van een samencultuur. En het is minder wij-zij. Dat is ook toch wel een belangrijk effect dat we hebben. En dan had Simon het daarnet ook over co-design, co-creatie. Dat gevoel van samen, dat herkennen wij ook wel. Zo hebben wij bijvoorbeeld een tijd geleden... de invoering van de polsbandjes als identificatiemiddel voor patiëntenidentificatie. Maar zeker in het psychiatrisch ziekenhuis was dit zeer stigmatiserend en werd zo ervaren. Niet alleen door cliënten, maar ook door de medewerkers zelf. En gaandeweg werd dat besproken in de focusgroep en zijn we eigenlijk nu overgeschakeld naar een systeem van badges die ook onze medewerkers hebben, wat weer die gelijkwaardigheid denk ik uitdrukt. Iedereen heeft toch het gevoel van dat is een systeem die het werkt, we hebben daar samen voor gekozen en daar komt dan ook geen protest meer tegenover. Dus tot slot zou ik zeggen van die focusgroep, maar eigenlijk in globo elk participatiemiddel, is toch ook wel een groeikans. Een groeikans om, je kunt het zien als een soort proeftuin om meer gelijkwaardig met elkaar om te gaan, enerzijds. En voor ons als psychiatrisch ziekenhuis eigenlijk ook wel om onze doelstelling meer waar te maken, zijnde die visie op herstel, waarin we ook heel sterk geloven in de positieve krachten die in elke mens, zowel van cliënt als van medewerker, daar aanwezig zijn. En om dat op een heel concrete manier handen en voeten te geven. En dat is zo'n beetje de kern van mijn betoog. En ik hoop dat ik jullie daar een klein beetje van heb overtuigd. Hartelijk dank, Lieven. Ik denk dat Murphy ons vandaag genegen is met de technische problemen, maar we zorgen ervoor dat jouw PowerPoint dus goed op onze website bereikbaar is. Ook jouw gegevens zijn er voor mensen die nog specifiekere vragen hebben. Dan verwijzen we graag naar die documentatie. Maar voor nu heb ik een vraag, Lieven, in de zin van wat heeft er nu voor gezorgd dat de focusgroep eigenlijk redelijk wel aanvaard geweest is door de medewerkers? Denk ik, en het is enerzijds eenvoudig te realiseren, maar anderzijds toch heel belangrijk, die transparantie.
Ik denk gewoon ja, open zijn en Dominique heeft het daar net ook al aangehaald, zo van ja, zeggen wat je doet, duidelijkheid over de doelstellingen, het er goed voor zorgen dat de communicatie er rond, de verslaggeving ook duidelijk is. Ja, dat is toch wel een omslagmoment, omdat dat ook veilig is voor mensen. Mensen kunnen ja, zelf die documentatie en die informatie doseren en kunnen dan op een andere manier ook naar de focusgroep kijken. Ik denk transparantie dat dat eigenlijk het meest essentiële is. We hebben de mogelijkheid om nog een vraag te stellen, ook voor jou, Dominique. Kan je nog concreter zijn over de tools hoe patiënten betrekken in uw planfase? Michel, wil je de vraag nog even herhalen? Ja, ik heb hier de vraag. Kan je nog concreter zijn over de tools hoe dat je patiënten betrekt in uw planfase, wanneer dat je in uw PDSA zat? Ja. We hebben het dan over mesoparticipatie, dus patiënten betrekken bij de werking van het ziekenhuis. En dat gebeurt eigenlijk op tal van manieren. We hebben het voorbeeld gegeven van de patiëntenwandeling, waar we mensen hebben uitgenodigd om fysiek een stukje traject met ons mee af te leggen. Maar het kan ook op andere manieren, bijvoorbeeld nu naar aanleiding van de COVID-eerste golf, hebben we een oproep gedaan aan de bevolking om feedback te geven over onze aanpak van de COVID-golf. We hebben dat gedaan via sociale media, via onze website, via de patiëntenverenigingen. En ja, we hebben op die manier dus heel relevante feedback kunnen verzamelen. Het gebeurt soms ook vaak ook door in gesprek te gaan met patiënten, opgenomen patiënten op de kamer. We combineren echt tal van middelen. We zetten ook MyNexus in. MyNexus, het elektronisch patiëntendossier waarmee we ook mails kunnen sturen. We sturen mails naar ambulante patiënten. De dag nadat ze in het ziekenhuis geweest zijn, om bijvoorbeeld feedback te vragen, heeft de arts, heeft de verpleegkundige zich aan u voorgesteld? En welke verbetering is mogelijk in de manier waarop dat wij u tegemoet komen? Dus het is echt een combinatie van tal van manieren. Soms organisatiebreed, soms vanuit een dienst georganiseerd. We hebben nu bijvoorbeeld een meting rond het privacygevoel op onze materniteit. Die meting is helemaal opgezet door de dienst zelf samen met hun V3-coach en wordt ook helemaal uitgevoerd door de dienst zelf. Zij verzamelen zelf dus hun meetgegevens en interpreteren ze ook zelf. Ja. Ik weet niet of dat voldoende is, Michelle, als antwoord. Ja. Dank je wel, alleszins, voor de mensen die nog verdiepend willen gaan en hoe dat jullie het aangepakt hebben. Dan verwijs ik graag naar de website waar dat jouw gegevens te vinden zijn. Ik wil jullie alvast allemaal bedanken, alle drie, Simon, Dominique en Lieven, voor de inzet vandaag en het inspirerend willen delen van jullie activiteiten. We missen heel erg Anja, omdat ze ook binnen de ambulante sector dan het herstelgericht denken en de professionals en wat doet dat met de professionals ging belichten. Maar we proberen daar ook een opname van te maken, dat zal niet direct zijn uiteraard, maar die ook dan toe te voegen zodanig dat jullie toegang hebben tot ook deze mooie praktijk. Ik wil naast jullie ook iedereen bedanken uiteraard die meegewerkt heeft aan deze webinar. Ik denk dat de IT'ers vandaag meer dan ooit nodig waren. Dank ook aan het secretariaat voor de back-office diensten. Dank aan de staf kwaliteit voor de ondersteuning. En we gaan niet volgende week terug live, maar binnen 14 dagen gaan we onze reeks van webinars voortzetten. Dus zowel op 8 als 15 december. En daar gaan we in eerste instantie het hebben over het zelf
zelfhulpvriendelijk ziekenhuis. En we gaan terug dus mooie inspirerende beelden krijgen en dialogen krijgen met jullie. Hartelijk dank, we waren weer met velen vandaag om deze te volgen en tot de volgende. Dag. Ja.